Nou, een intro bij deze mensen. Hoe is het met jullie allemaal? Morgen! We gaan volgens mij de auto van Dave schoonmaken. En de scooter. En de scooter van... We zagen even zo meteen... Je kent een pluggen Dave, alsjeblieft. Ja. Maar de auto van Dave gaan we nu ook doen, dus... Laten we even naar de mooie shots gaan. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, oh, oh. Zeg je? Ja, maar wacht even, welke kant was het nou? Hoe heb je dat al afgesloten, hè? Die achterkant hier. Deze, gek. Die velg is gewoon bruin. Dave, ga je even uitleggen hoe je dat hebt gedaan? Heel veel. Het is heel veel modder. Heel veel modder langs de keizijkant. Ik probeer het. Kijk. Iedereen denkt... Dit is allemaal anders. Het is nieuwe olie, kijk maar. Maar het is geen olie. Toolkit. Wat zeg je me nou? Ik heb nog nooit achterin gezeten in mijn auto. Het is best comfortabel. Kijk hier, armsteuntje. Ik heb lekker chillen zo. Daar zit ik dus altijd. Nee, zit daar. Heel vaak zit ik daar, maar ook heel vaak hier. Nou, zo erg vind ik dit nog helemaal niet, hoor. Ja, maar jij moet even beseffen, jij zit best wel ver naar achteren met je stoel. Zo zit ik altijd, hè, hiervoor. Kijk. Ja, maar mijn benen zijn in verhouding met mijn bovenlichaam langer. De perfecte positie. Ja, maar ik heb geen klus, ik heb een automaat, kijk. Oké, we gaan eerst de scooter doen van deze... Als we het in het Engels gaan zeggen, notorious known man. Cesare. Cesare. Heeft een hele mooie Vespa Sprint. Net voor zijn verjaardag gekregen. Hoeveel kilometer staat erop? 300 nog wat. Dus valt, hij is echt nog vers van de pers, zeg maar. Jimmy on the beat, boy. De buurman lekker in de achtergrond. Nou, we zijn buiten bij de Trampo. Lang geleden dat ik hier ben geweest. Ik ga tegen Cesare. Dadelijk een Game of Tramp doen. Zwaar niet, maakt niet uit. Gas, weet je hoe lang ik al niet heb getraind? Ja, ik ook niet iets van. De laatste keer dat ik op trampoline heb gestaan is echt wel sowieso al vorig jaar. Mij ook. Ja, ik sta nooit op de trampoline. I believe I can fly. Ik kan het gewoon niet. Lach. Gaan we starten of niet? Ja, is goed. Leg hem uit wat Game of Thrones is. Ja, Game of Thrones is eigenlijk een spelletje. Ja, godverdomme, maar het maakt niet uit. Ja, Game of Thrones voelt X en de trick. Dus ik doe een backflip. Dan heeft Dave twee kansen om na te doen. Als je hem zet, mag maar één kans hebben. En zodra ik hem niet land bij mijn set, dan is Dave aan de beurt. Ja, Dave doet bijvoorbeeld een backfull. Dan mag ik heb ik twee keer de kans om een backfull te doen. Maar ik land ze in die twee tries. Dan heb ik de T van letten. En degene die als eerste trap heeft, die heeft verloren. Ik snap er weer niks van. Maar helemaal niet uit. Freerunners logica, joh. Freerunners logica, ja. Als je nu op hier zit, snap je het wel. Maar haast ook een dode muis. Jezus. Oké, ja, boys. Best out of 3 of gelijk? Of gelijk ja, best out of 3. 1-1. Hij heeft gewoon alle drie gewonnen. Ik doe standing back full. Back naar pullover.
stil. Jimmy on a beat, boy. Ik ga jij dat? Hij denkt even. Wat doet hij? Wat deed jij? Ouwe, dat wil echt net nooit doen hoor. Ik breek echt mijn nek als ik zo door van de uitbechter naar buik ga vast. Nee, maar als je vanuit je naar je buik toe gaat, moet je je hoofd gewoon zo. Je weet maar, ik ga draaien in de lucht wat ik net deed. Hij heeft een T. Oeh. Ja. Aan op je bek. Wat? Aan op je backflip. Ja. Daarna gelijk door. Dat, okay. Dat kan ik dus niet op de trampoline, want als ik dat ga, ik kan het alleen op de grond. Mag ook. Mag dat? Volgens de regels eigenlijk niet, want het is een trampoline. Ja, dat is ook wel volgens de regels. Ja. Oh, fuck. Ik dacht, ik ga volgens de trampoline af. Hij telt niet. Kut. Zo, dat is echt lang geleden. Ik was niet zo goed in vroeger. Hij staat voor mij uit dubbel backtrip voor voetbal. Hij heeft zoveel gedaan, liggen. Jimmy on a beat. Denk. Job, zeg jij wat? Maar ik weet niks. Backflip. Naar? Naar je buik. Ja, ik snap het. Gewoon backflip naar lazy backflip bedoel je? Ja. Okay. Ik heb iets gevonden voor jullie allebei, want jullie niet. Ik heb ook een thee. Backflip, backflip, frontflip. Backflip, backflip. Breakfast. Zo, in één keer gewoon. Ik vond hem ook even eng hoor. Ja, what the fuck. Job. Als je springt moet je zo meebewegen als je sprong. Ik kom de hele tijd, ik spring en ik kom even hier uit. Ja, dat is kut dan. Kijk dan. Ik ben benieuwd of ik bal uit naar Cody nog kan. Ik ben aan de beurt. Ben je net geweest? Nee, jij deed die backflip. Oh ja, dat mag jij. Hey boys, maar gaan we zo meteen ook nog op mol of? Ja, de rijbus lopen. Bal uit. En dan laat je dan gewoon door naar backflip of backflip. Als je mij erachteraan niet schuin. Oké. Okay. Zo, gekke man. Hij deed toen nog iets anders. Ja, maakte er een mooi visiertrucje. De dames. En wat een dames. Visiertrucje voor de dames. Dames. Single life. Eline, love you. Also living the single life. En nou moet je wel eigenlijk maar niet staan eronder zetten erbij, weet je. Ja. Ga je nou weer zo even vervelend zitten doen? Gip is ook veel gemaakt. Ja, hé, hey, niet die line op het stelen. Hoe dan? Ik kan nog geen Cody maken. Haha, Cesare gaat dood. Hoe dan? Ik kan er toch nog geen eens van. Nog een letter. Laten we die Game of Thrones gewoon schrappen. En dan gaan we gewoon alsnog Game of Thrones doen, maar dan zonder letters. Schrap die letters, fuck dat. Schrap die letters, cut. Drop even in de comments als je vindt dat ik hier een dirtbike voor moet kopen voor deze. Kijk, voor dit hier. Hier kun je toch zo hard doorheen crossen, dat is niet normaal. Het is super gaaf. Hoppa. Oké. Dan. Dave. Oh, staat je portemonnee?
Hey, pas op voor mijn portemonnee. Zie maar nog steeds. Zie maar, wat sta jij op die achtergrond te doen? Zie maar nog steeds als een oplochte kavia. Dat mogen de kijkers bepalen in de reacties hieronder. Lekker gedaan. We hebben een hoodie voor. Hey. Dave, doe nog eens wat je net ook deed. Hoezo? Ik ben single, ik niet. Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg gek met jou. Nee. Ja, toch ben ik het. Ja, je hebt wel een auto, maar je bent toch single. Nou, auto, je moet ergens compenseren. Wat heeft het te maken met dat? Je moet toch echt ergens compenseren. Nee. Dave is de enige met de gouden 328 CI in de Hoekzwaard volgens mij. Jongen, alsof je nog weet wat voor auto dat is. We kunnen wel even een plaatje nu zo poef laten zien. Ik kan daarin lopen, zien we. Wat moet je doen als het coronavirus toeslaat? Uitbreken. Hier drink je een kutroep. Hier drink je een kutroep. Ja. Doe dat nog eens. Welkom bij de Jos die je bent. Nee, met je elleboog. Nee, gewoon zo. Ja. Zo'n natuurlijke aard, jongens.